Winterslaap is een van de meest fascinerende verschijnselen in de natuur. Als je naar achteren zakt, krijg je eigenlijk langzaamaan de bol van binnen te zien. Ik zou het mooi vinden als ik iets kan maken wat ze even echt uit de werkelijkheid haalt. Het is eigenlijk een soort van sterrenstelsel tot aan kleurvlakken. Een dompelbad, een koude douche, een reset. Ja, een reset. Een reset. Het is 2020. Het jaar waarin het coronavirus de hele wereld platlegde. Grenzen dicht, cafés gesloten, schouwburgen dicht en evenementen afgelast. Mensen dienen afstand van elkaar te houden. Hun impulsen te blokkeren en fysiek contact ten alle tijden te vermijden. Theatergezelschap Afslag Eindhoven had een volle zomer voor de boeg. Met voorstellingen die niet alleen dicht op de huid zitten, maar er zelfs onder kruipen. Geen zeecontainervoorstelling op de parade, geen reprise van Stallerhof. En onmogelijk om de voorstelling, de theatrale installatie, voor Festival Over het IJ verder te ontwikkelen. Wat nu? Wat doen we tot we weer theater kunnen gaan maken? Ah, dit is ook leuk. Ja. Oh, dit is waar we het net over hadden. Dit is het. Dat is helemaal zo geestig. We hadden het de hele tijd over één installatie. In het echt, in de voorstelling, zijn er twee. Dus er zijn twee van dit soort gebouwen. In één daarvan zit de publieksmens. In de andere zit publiek. Maar dat weet... dat is een acteur. Maar dat weet diegene niet. Dus die denkt gewoon, oh, er zijn twee mensen publiek die erin gaan. Als deze eruit komt, helemaal totaal relaxed... Ja. Wordt hij ineens geconfronteerd met het feit dat het bij de ander mis is gegaan. Ja, ja. En dan kom jij. De vraag is nu wat er mis kan gaan. En wat de gevolgen zijn voor iemand bij wie het misgaat. Als je het koud hebt, dan ben je misschien gekrompen. Is je kleding vergroeid met je lijf. Verstijft. Ja, verstijft. Lag je lekker in een dekentje met een kussen en zit het kussen ineens aan je hoofd vast. Maar misschien ben je een beetje gaan schimmelen. Of... Oh, schimmelen, ja, dat is ook leuk. Ja, een beetje te veel vocht. Of, Hele lange nagels. Helemaal krom zo. Helemaal zo, dat je alleen nog maar zo kunt staan. Ja, of gesmolten, of verbrand, of geërodeerd. Ik vind het interessant om het te zoeken in het aspect van iets wat er met de huid kan gebeuren. Dit zijn allemaal experimenten om te komen tot een... Ja, misschien wel om te komen tot een soort nieuwe huid of zo, hè? Mm-hmm. Oh, ja. Maar het is wel, goed, het is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Wel een spannende, goede gedachte. Ja. Nou ja, als je foto's kijkt van brandwonden, dan worden het altijd van dat soort blaasjes. Ja. Het zijn ook een beetje een soort schimmeldraden. Ik heb daar een tas meegenomen. En die koffer. Oh, die koffer heb ik niet. Want ik wist niet of er moest. Spullen in om... En die? Ja, ik weet niet meer wat ik hierin heb gedaan. Misschien nog als ze nog een andere onderbroek nodig hebben voor haar. Weet ik veel.
Ga gewoon een beetje proppen. Tot je een beetje... En aan de achterkant ook, hè? Ja. Kijk, dan zit het, moet je het zelf maar even tussen, een beetje tussen aan. Ja, dan ben je helemaal alsof je helemaal opgerold bent, helemaal ingekokon. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Dus binnen in die installatie is ook iemand in een kokon gegroeid bijna. Dat is het waar, ja. Ja, mooi. Het zou tof zijn, hè, om hem uit te proberen met een acteur. Je komt uit die winterslaap en je ziet ook helemaal niks. Dus dat is ook een beetje zoeken waar je bent en waar je nou heen moet. En, dus dat zwalken, dat is wel mooi, denk ik, om nu uit te proberen. Want dat klopt ook wel bij de voorzichtigheid die je moet hebben, omdat je niks ziet. Die rode wangetjes. Eigenlijk moet je altijd alles uitvinden. Ja. Je moet de dingen, tenminste bij mij werkt dat zo, op het moment dat je met je handen gaat werken en de technieken of het contact met het materiaal of met de mensen gaat proberen te vinden en te werken, dan ontstaan er ideeën. Ik kan eigenlijk heel veel dingen gewoon niet bedenken van tevoren. Ik moet het eigenlijk altijd allemaal uitproberen met het materiaal zelf. Deze. Oh nee, dat past niet, deze. Ik heb er nog één in mijn hand. Dan moet deze dus af. Een soort martelwerktuig eigenlijk, hè? Zoals je nu... Moet je nu met je andere arm doen. Dat is de andere arm. Maar en de korte kant. Meteen steun. Ja. Dit is meteen ontspannen. Oh ja. Ik zou nu gewoon echt naar een soort boom. Ja. Dus als je nu een beetje... Bijna alsof je op de wind alleen maar wiegt of je denkt. Eigenlijk moet je dat van dat gummi-achtige spul maken. Dat het een beetje mee beweegt. Dit beweegt natuurlijk niet mee. Nee. Maar dit is dan natuurlijk om te kijken of je tot zulke soort vormen kan komen. En als je het echt zou willen hebben, dan moet je toch weer op zoek naar een ander materiaal. Als ik echt iemand zie waar gewoon echt iets mee is, in zijn... Wat ik zelf ook zou kunnen krijgen waar of zo, weet je wel, kan. Waar die niet van weg kan. Ja, inderdaad dat. Ja. Dat lijkt me echt super confronterend. Eigenlijk gaat het daar dus over. Want we doen dus allebei het experiment. Bij mij is het gelukt, bij de ander dan dus niet. Ja, je gaat het experiment in om even tot jezelf te komen. Maar daardoor, als het dan open gaat, ben je eigenlijk dichter bij de ander ook. Ah ja, dat doordat is je die kwetsbaarheid gezegd. Van die ander. Ah ja. Dat is wel een mooie omslag. Ja. Thank you.
De vier afleveringen zijn klaar voor we de hele docu gaan monteren, moeten we de knoop doorhakken of we de voorstelling ook nog echt ooit gaan maken. Wat denk jij?